Dan wou ik nou graag Bart naar voren willen vragen van Ploegdriever. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat een ploegdriever is. Het klinkt heel Sallands. Hij heeft de ploegdriever al aan de zet. Maar ik weet helemaal niet wat het is. Een witte kwikstaart. Oh, het is een vogeltje. Ja. Oké. <Okay. laughs> Nou, aan jou de vloer, Bart. Ja. Dank je wel. En dat werd zo. Ja, dat werd zo. Nou, hallo allemaal, ik ben Bart Willers, ecoloog en sinds 2015 dus coördinator bij de Ploegdriever. Een vereniging voor landschapsbeheer in de regio Groesbeek en Ooijpolder. En ik ben gevraagd om wat te komen te vertellen over onze bloemrijke dijken. En hoe we dat bereikt hebben. Het thema van deze kennisdag is overbruggen. Graag wil ik daar mijn verhaal even mee beginnen. De vegetatie op dijken leent zich bij uitstek voor multifunctionaliteit, waarbij vooroordelen worden overwonnen en belangen en functies worden gediend of gedeeld. En mijn inziens bestaat die multifunctionaliteit uit de volgende functies die met elkaar verbonden zijn. Als hoofdfunctie waterstaatkundige functie. Een soortrijke dijkvegetatie heeft vele soorten wortelstelsels die samen een optimale erosiebestendigheid opleveren. Maar er zijn ook een aantal nevenfuncties te benoemen. Een natuurfunctie, een soortrijke bloemrijke dijk die is goed voor insecten zoals vlinders en bijen. Recreatieve functie, de Ooijpolder met haar mooie dijken wordt meer dan ooit bezocht door recreanten. Voorbeeldfunctie. Want wat je namelijk ook op die dijken doet, kun je ook in het cultuurlandschap bereiken door middel van een natuurgericht beheer. Denk aan bermen, slootkanten, bosranden. En een esthetische functie, ze zijn gewoon mooi. En daar ga ik in ieder geval heel veel plaatjes van laten zien. Veel onderzoeken hebben ook uitgewezen dat soortrijke grasvegetaties erosiebestendige zoden opleveren. Maar bloemrijke dijken zijn dus ook gewoon heel erg aantrekkelijk om alle kleuren en geuren te beleven. En veiligheid en recreatie gaat ook nog eens een keer hand in hand. De Ploegdriever heeft naast vier andere initiatieven in 2016 de onderscheiding Pro Flora et Securitate gekregen. We zetten ons jarenlang in voor het ontwikkelen en standhouden van die bloemrijke dijken. Door Peter Glas liefkozend de flower dijken genoemd. Nou, dit was in Oortjeshekken in de Ooijpolder. Het was een mooi lokaal feestje met tal van organisaties en personen die zich bezighouden met dijkenbeheer, natuur en landschap. En Ivoet Goost en Hartog, lid van het dagelijks bestuur van Waterschap Rivierenland, een welkomstwoord. Dit is ons werkgebied. Het strekt van iets ten westen van Nijmegen bij Weert tot aan de Duitse grens bij Millingen aan de Rijn. Niet al deze dijkvakken zijn bij ons in beheer. Er liggen ook een aantal in beheer bij particulieren, voornamelijk boeren, maar ook staatsbosbeheer. En rond 2000 zijn wij begonnen met het dijkenbeheer, met de Ploegdriever. En met enkele hectares. En inmiddels verzorgen wij zo'n 46 hectare dijk voor het waterschap Rivierenland. Heel kort iets over de mensen achter het beheer. Want die hebben inmiddels immers de bloemrijke dijken gemaakt tot wat ze nu zijn. Dit is de man die de Ploegdriever in 2000 samen met enkele boeren in het gebied heeft opgericht. Bijna gelijktijdig met dat natuurtechnische dijkbeheer is gestart. Ardo van der Kruis is bioloog en was tot en met 2015 de coördinator van de Ploegdriever. En hier rechts hebben we Cyriel Liebrand, zit ook in de zaal. Ecoloog en dijkendeskundige en is ongeveer vanaf de start ook nauw betrokken geweest met het vormgeven van het ecologische maatwerk in het beheer. En heeft zorg gedragen voor de monitoring door de jaren heen. Maar wat doen wij in de Ooijpolder dan dat we zulke bloemrijke dijken hebben, zult u zich afvragen. Samengevat komt het op maatwerk aan, waarbij ecologische principes gehanteerd worden. Eén component is het volgen van de vegetatieontwikkelingen. Dat vindt langdurig plaats door middel van monitoring van plantensamenstelling en de verhoudingen ervan op
vaste plek op de dijk, plots van 5 bij 5 meter. En die vegetatieopnamen zijn jarenlang verricht ook door Cyril Liebrand. En de aanwezigheid en bedekking van bepaalde soorten zegt iets over de ontwikkeling richting een goed ontwikkelde plantgemeenschap en daarmee een bloemrijke dijk. Op basis van die plantengemeenschap kan de timing van begrazing of maaien of begrazing, waarbij ik begrazing ook als een vorm van hooibeheer vaak zie, worden bepaald. Een dijkvegetatie met slechts enkele plantensoorten of productieve grassen of ruigtekruiden vraagt om op een vroegere maaibeurt dan soortenrijke vegetaties met een hoge soortrijkdom. En met een lage biomassaproductie. Door geforceerd beheer kunnen schalere en bloemrijke delen ook later gemaaid worden, waardoor je een langere tijd de bloei behoudt. Dat is dus goed voor bijen en voor mensen, maar zeker ook als het gaat om de volledige zaadzetting van die bloemkruiden en de verspreiding van de zaden vervolgens. Met soortgelijke vegetaties is ook in de Ooipolder begonnen. Ruige, productieve vegetaties met veel fluitenkruid en koolzaad bovenop. Wat vaak holle vegetaties en niet gesloten zoden een minder grote bedekking oplevert. Hier nog een voorbeeld van hoogruig gras met ook brandnetels en hagewinden. En een laatste voorbeeld met zelfs akkerdistel en bijvoet en groot hoefblad. Nou, deze voorbeelden laten het belang zien van voldoende beheer met de juiste timing. Als eenmaal die ruigtes doorbroken zijn, en dat is voor de grootste delen op onze dijken het geval, dan, of de grootste delen, vrijwel allemaal is dat het geval, zouden ook lokaal plekken kunnen worden uitgekozen die meer gefaseerd gemaaid worden en een gefaseerd beheer worden uitgevoerd. En dan begin ik even bij het eind eigenlijk. Dit is wat een aangepast maaibeheer oplevert. We zijn hier ter hoogte van de Oude Waal, bij het dorpje Tiengeboden. Waar sinds 2015 ook een sterke toename van grote centauri, dat zijn al die paarse bloemen, te zien is. Nou, dat valt nogal op. Dan hebben we hier ook nog een lila bloem ertussen staan als beemdkroon. Die staat ook op meerdere plekken te vinden en beide zijn ook rode lijstsoorten. Maatwerk in de vorm van uitgesteld maaibeheer zorgt ervoor dat de planten volop kunnen bloeien en zaad kunnen vormen. Hiervoor zijn de meest bloemrijke locaties geselecteerd. En vaak zijn dat ook de bovendelen van de dijk die het snelste verschalen zijn en voor kruidenontwikkeling het gunstigst liggen. En hier is met een golvende rand gemaaid. Wat ook weer een lange overgang van gemaaid en niet gemaaid grasland zorgt. En ook gunstig is voor allerlei insecten. Vrijwel alle plantensoorten krijgen vervolgens ook de kans om zaden te vormen. En wat uiteindelijk het kapitaal is voor de toekomst. Sinds 2016 wordt ook een andere vorm van aangepast maaibeheer door ons toegepast. Op de bloemrijkste delen. Nog 5 minuten? Oké, dan ga ik heel snel doorheen. Bloemrijkste delen met minimaal 300 meter aan ingesloten bloemrijke dijken. Je ziet een voorbeeld van een van de trajecten. Waarbij steeds 100 meter van dijkpaal tot dijkpaal eens in de 3 jaar wordt overgeslagen tijdens de eerste maaironde. Nou, hier een voorbeeld van hoe we dat hebben aangegeven in het veld. Duidelijk gemerkt voor het maaien uit. En tot de herfst kan dit deel geheel uitbloeien. Wat bloemenzoekende insecten een lange periode van bloemen garandeert. En ook dekking geeft van allerlei fauna. Hier is het afgelopen jaar een korte koning ook neergestreken die luid liep te roepen. Precies de hoogte van het deel wat pas in de herfst gemaaid ging worden. Nou, dit is een ander voorbeeld van zo'n traject net na het maaien. Die is dus gespaard, 100 meter lang. Met voor de Ooipolder een van de weinige groeiplaatsen met wilde marjolein. Ook een beschermde soort. Een relatief late zomerbloeier. Dus die moet het ook hebben van dat wat latere maaien. Nou goed, die krijgt in ieder geval de kans
om eens in de 3 jaar in ieder geval gegarandeerd uit te kunnen bloeien, zaad te kunnen zetten en zich te kunnen verspreiden. Nou, we hopen dus ook op veel meer plekken te kunnen gaan vinden de komende jaren. Nou, eind augustus is dan dat deel samen met de rest van de vegetatie gemaaid. En een weekje later ziet het er alweer zo uit. En uiteraard wordt gemonitord ook of dat overstaan niet tot verhuizing leidt. Maar omdat het maar eens in de 3 jaar op dezelfde plek plaatsvindt, is de verwachting van niet. Nou, wat ik tot nu toe heb laten zien, geeft wel aan dat die continuïteit aan consistent beheer van enorm belang is. Daar is de man op de trekker van cruciaal belang. Want die kent de dijkvakken, hoe stijl ze zijn, of ze wat voor manier te bereiden zijn, onder wat voor omstandigheden. Maar hij kent ook bepaalde delen met bijzondere soorten. In dit geval Rapunzelklokje, die hier met honderden exemplaren bij Electrabel bij Nijmegen staat. Die dan ook de eerste maaironde worden overgeslagen. Naast het landbouwkundige machinale werk is er ook veel handwerk. Dat geldt bijvoorbeeld voor smalle stroken, voor de dijkhuizen in Groenlanden. Onze leden die dit werk verrichten zijn de handen en de ogen in het veld, voor mij als coördinator ook. En we geven ook ter plaatse toelichting aan bewoners en recreanten over het beheer. Nou goed, dit is een plaatje van een van die stroken met enorm veel aardaker erin. Ook weer een beschermde soort. Uitsteken van Jacobs Kruiskruid is een belangrijke activiteit voor het maaien uit. Nou, dit is de oogst van een ochtendje steken. Het wordt ook weer door dezelfde mensen gedaan, ieder jaar weer. Die de grootste goede plekken weten te vinden en die er ook een seintje geven aan ons van wanneer we kunnen gaan maaien. Want het Jacobs Kruiskruid vrijmaken is essentieel als we het hooi ook af willen zetten bij melkveehouders en bij paardenhouders. Die kunnen dat hooi prima in de bedrijfsvoering opnemen als het gaat over als veevoer voor droge koeien of voor jongvee. En dat wordt afgezet bij gewoon lokale boeren. En wat ik hier nog bij wil noemen is dat is, als je het kijkt van een kredel-to-kredel benadering, dan zou dit het upcyclen van je biomassa zijn, van je plantaardige biomassa. Downcyclen doen we helaas ook in dit geval als er te veel Jacobs Kruiskruid in staat. Het is een dijkvak wat langs een natuurgebied van Staatsbosbeheer grenst, bij de Bisonbaai. Ja, het staat daar letterlijk geel van Jacobs Kruiskruid. Waait ook de dijk op, dus daar is het geen steken, geen beginnen aan als je het wil wegkrijgen. Dus dit wordt gestort, maar daar moet je altijd geld bij bijleggen, dus dat proberen we zoveel mogelijk te voorkomen. Gebruiken we ook dat hooi eigenlijk om te recyclen op andere delen die achterlopen qua kruidrijkdom. We hebben heel veel positieve ervaringen met die hooitransplantaties, hoe we dat dan noemen. Op opnieuw ingerichte terreinen in de Ooipolder, natuurterreintjes, waar dus die bijzondere soorten dan ook weer naar boven komen. En dat levert bijvoorbeeld dit soort beelden op. In komend jaar willen we er ook nog meer mee aan de slag op de dijken zelf, om met name rond Millingen, dijken die wij nog niet zo lang in beheer hebben, nog niet op dezelfde manier steeds beheren, om daar wat meer kruiden in te gaan brengen. Even kijken. Oh, sorry. Dit is een lijstje met soorten, met bijzondere soorten. We hebben op onze dijken momenteel 46 bijzondere soorten staan, waaronder 4 beschermde soorten, 17 rode lijstsoorten en ook nog 41 zeldzame soorten van de uur-ork-frequentieklasse. En die dia is te klein om ze allemaal hier onder elkaar te zetten. Echter, er missen ook nog wat soorten in onze ogen, die er op zich qua standplaatsfactoren zich prima zouden moeten kunnen handhaven bij ons op de dijk. Rapunzelklokje hebben wij wel, maar alleen maar helemaal in het westen, waar die ook langs het Maas-Waalkanaal grenst en mogelijk vanuit het Maasdal met het water is aangevoerd. Meer stroomopwaarts langs de Waal hebben we hem niet. Veldsalie mist bijvoorbeeld ook. Die stroomopwaarts trouwens wel ergens staat. Dus die zouden we bij wijze van proeven ook in dit jaar kunnen gaan inzaaien. En op plotjes die we markeren en die we dan ook volgen de komende jaar. Of dat succesvol is. Ook weer een rode lijstsoort. Nou, je hebt een harige ratelaar tussen de vegetatie staan. En even de laatste dia's.
Het zou ook mooi zijn om onderaan de dijk op plekken de mogelijkheid te hebben de vegetatie met wat meer structuur de winter in te kunnen laten gaan, zodat er ook voor dit soort insecten meer ruimte, meer kansen zijn om te overwinteren. En mijns inziens zou dat moeten kunnen en zou dat ook de najaarschouw bijvoorbeeld niet in de weg moeten zitten. Dan bij eventuele dijkverbeteringen. Zou net zoals eigenlijk in de ooipodder destijds is gebeurd, rekening gehouden kunnen worden met bepaalde randvoorwaarden voor de ontwikkeling naar bloemrijke dijken. Afwerking met lichte klei zorgt bijvoorbeeld voor een matig productiever grasland. De oorspronkelijke toplaag van bloemrijke delen is toen afgeschraapt en op depot gelegd en vervolgens ook weer met al die zalen, die knollen en die bollen weer teruggelegd, waardoor de meeste plantensoorten na de dijkverbetering zijn teruggekeerd op de dijken. Nou, er zijn ook nog wat taluuts ingezaaid met een kruidrijk zadenmengsel van in dit geval de firma Biodivers, wat ertoe heeft bijgedragen dat met name die binnentaluuts nu ook weer soortrijk en bloemrijk zijn. Wil ik eindigen met een stelling, of meer een vraag aan Peter Glas, maar die is hem helaas al gesmeerd. Dus ook direct meer aan u gesteld. Want wat mag een bloemrijke dijk? Een bloemrijke dijk krijg je niet voor niks. Je moet een bepaalde instandingsspanning voor leveren en het liefst ook behoorlijk wat jaren achter elkaar. Dus mijn vraag is, wat mogen bloemrijke dijken en het bijbehorende natuurvriendelijke dijkbeheer kosten? Ik heb nog even wat meer informatie erbij gezet over actuele soortenrijke bloemdijken. Even als voorbeeld, waterschap Rivierenland heeft op 22% van de dijken de vegetatietype W3 en H3. Is gebleken uit een onderzoek aan 1200 proefvlakken tussen 2010 en 2014. Potentieel zouden er meer plekken te vinden zijn die gunstige standplaatsfactoren hebben. En u zou dan kunnen kiezen voor het accepteren van die meerkosten voor het behoud van die bovenste, dus de bestaande bloemdijken. Maar ook voor het accepteren van die meerkosten voor het behoud van en die bestaande bloemdijken en het ontwikkelen van nieuwe bloemdijken op locaties met gunstige standplaatsfactoren. Kies maar. Het kostte, even een beetje plat wel, maar kun je iets zeggen over hoeveel extra het nou kost? Hoeveel het extra kost? Dat zal van plek tot plek wel verschillen. Met name in hoe intensief je of hoe aangepast je moet beheren. Maar goed, het is ook meer een bestuurlijke vraag misschien. Maar het scheelt, of het nou 5% is of 30%, het scheelt denk ik nogal qua bestuurlijke vraagstelling. Wil iemand er iets over zeggen? Van ik heb er extra geld voor over, ja of nee? Wie heeft er extra geld voor over? Okay. En wie zegt want we moeten sturen op de kosten? Nou, gelukkig. Dus overal denk ik, dat is een positief beeld. De aantal vingers was niet heel hoog qua extra geld dat er voor over is. Maar wie weet in de toekomst wel, want de economie trekt weer wat aan. Ik wilde even afsluiten met jullie twee, met de twee sprekers. Dus ik wilde ook even Peter naar voren roepen. Ik heb even. Je had een hartstikke mooi verhaal ook over de streefbeelden. En jij had eigenlijk van, als die streefbeelden werkelijkheid worden, wat levert dat dan op aan bloemenrijkdom? En ik wilde even vragen, in het kader van de droom van Peter Glas, zijn we dan op de goede weg? Of zeggen jullie van, ik vind het allemaal nogal stagneren? Ik zag ook dat jij al 17 jaar bezig bent. Zie je het nou de goede kant op gaan of zeg je van, er wordt met name gestuurd op kosten? Kun je daar iets over zeggen? Ik heb een microfoon. ik denk dat er in die zin nog wel veel gestuurd wordt op kosten. Inderdaad, op die aanneemprijs. En het zou meer moeten gaan over wat je ermee kunt bereiken. En vooral die meerwaarde dus ook benoemen en inzien. En daar, daarvoor gaan, daarvoor staan. En dan dat beheer ook vasthouden. Ik heb Peter Glas ook wel eens horen noemen van, we moeten het gewoon als randvoorwaarde in het bestek op gaan nemen. En zie je dat de waarheid worden komende, 25 jaar? Ik denk persoonlijk dat er wel een onderscheid zit tussen rivierdijken
die wat meer kans hebben om wat schralere en dus wat bloemrijker vegetaties op te leveren en zeedijken. Dat vooropgesteld. Aan de andere kant, als ik kijk naar de bestekvorm die wij nu gekozen hebben, die gaat inderdaad uit van een bepaald vegetatietype. En dat ondersteunt het bloemrijk zijn van de dijk. Dus ik denk best dat die trend ingezet is. Je ziet ook dat qua imago, qua wat vinden, hoe beleven mensen ook de dijken, draagt dat allemaal wel bij. Dus ik geloof best dat dat een grote kans heeft. En ik vraag me ook een beetje af of er wel zo heel veel meer kosten aan gaan zijn. Want op de ene plek zal dat zeker zo wezen, waar je heel weinig waarde hoeft te hechten aan, voor die veiligheid aan een grasmat. Ja, daar zal het puur meer kosten opleveren. Daar waar je toch al een hoge een goede grasmat nodig hebt voor een veilige dijk. Ja, daar vraag ik me af of het überhaupt wel meer kosten oplevert. Okay, dus je bent overal eigenlijk heel erg positief. Ja. Kun je ook iets vertellen van hoe het bestuur er was toegekomen om die streefbeelden op te gaan stellen? Wat is er in die mindset gebeurd? Nou, dit is niet zozeer een bestuurlijke beslissing geweest. Hij is meer voortgekomen, ik noemde hem al, een aantal grote dijkverbeteringen en ruimte voor die riviermaatregelen. Daar zie je gebeuren dat je, je moet nadenken over de toekomst. Hoe moet het erbij komen te liggen? En daar kwamen de streefbeelden bij ons om de hoek kijken. We hadden ook een aantal ecologen zitten die stuurden in, als je nou qua ecologie ook wat wil doen. En deels praat je over Europese wetgeving waar je aan bijdraagt. Dan kun je dat op deze manier kun je dat bewerkstelligen. Daaruit is het bij ons voortgekomen. En ik hoop dat het plaatje wat ik liet zien, het beleid over hoe stem je nou al die belangen op elkaar af, dat we dat wel bestuurlijk kunnen gaan trekken. Even terugkomend op jullie verhalen. Hè, jij had het met name ook over de grastoets en de worteltjes. Mm-hmm. En allemaal mooie schema's, vrij technisch. Mm-hmm. En bij jou ging het met name over het resultaat met de mooie bloemetjes en daar werd je volgens mij helemaal blij van. Dan had ik jouw vraag van, kijk je überhaupt naar de worteltjes of niet? Of zeg je van, dat hoeft niet? Wij gaan niet in die zin die bodem in om te kijken naar de worteltjes, maar we kijken vooral wat er bovenop staat. Leiden daaruit af van hoe dat met de wortels staat. Dus hoe soortenrijker aan het grassen, aan kruiden, dan gaan we ervan uit dat die wortelstrategieën elkaar aanvullen. En dat je dus ook zeg maar, onder het maaiveld een grote diversiteit hebt. Okay. Ja, maar dat bepaalt wel van hoe hoog een vegetatie ook staat en hoe op een gegeven moment hoe hol die bijvoorbeeld onder het maaien vandaan komt. Dan zouden we kunnen beslissen, maar hier gaan we eerder maaien bijvoorbeeld, om toch nog wat meer te verschalen, toch nog wat meer die biomassa-productie te temperen, zeg maar. Okay. Jij kijkt eigenlijk met name boven de grond wat er gebeurt in biomassa en niet onder de grond. En de grastoet kijkt, begrijp ik met name juist wat er onder de grond gebeurt. Van hoe kunnen jullie die kloof dichten dan, als er een kloof is? Nou, de grasmat, met name dat grasonderzoek op vegetatietypes, dat gaat ook zeker wel over het bovengrondse deel. Dus die twee gaan hand in hand. Als veiligheid ben je vooral gericht op wat er in de grond zit. Maar daar heb je bovengrondse biomassa eerst voor nodig, anders krijg je onder de grond geen wortels. Dus die gaat volgens mij al helemaal hand in hand. Ik geloof niet dat er een enorme kloof gaat liggen. De uitdaging zit hem denk ik wel in, wil je, als er meer kosten mee gemoeid zijn, wil je die gaan dragen al dan niet? En wat levert het dan op? Ja, die kosten komen weer langs. Wil iemand er in de zaal iets over zeggen? Wie zegt van, joh, we moeten het gewoon het geld erover hebben. Claudia van der Kooi, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Wij zijn ook heel erg zoekende geweest. We willen graag meer bloemrijke dijken, maar hoe krijgen we dat nou voor elkaar dat het bestuur daar ook in meegaat? Wij zijn in eerste instantie alleen begonnen met maaien op andere tijdstippen. Ja, het werd net al in de presentatie aangegeven. Er moet toch gemaaid worden en dat kostentechnisch maakt het niet zoveel uit of je dat op een ander tijdstip doet. Dus dat je een soort van ontwikkelingsbeheer gaat toepassen. En wij hebben heel erg de koppeling gemaakt tussen hoe vegetatierijker je dijk is, dat de erosiebestendigheid dan toeneemt. En daar zijn bestuurders echt wel toe geneigd om daarnaar te luisteren. Want erosiebestendigheid, als die toeneemt, dan is je dijk eigenlijk veiliger. Dus volgens mij, als de eerste stap is voor mij alleen al een aangepast maaibeheer, dat is niet kostenverhogend. Dus dat is wat ik graag wilde meegeven.
En je bent zelf bestuurslid bij Rijnlanden Gremping. Dus welke oproep wil je doen? Niet. Oh, sorry, daar heb ik het verkeerd begrepen. Nee, maar je doet wel een oproep van, joh, begin met het laaghangende fruit. Misschien net andere tijdschippen gaan maaien, kun je al gewoon heel erg veel bereiken. Nou, dat vind ik een hele goede tip. Ik heb nog, ja, ik let op de tijd. Nog één vraag of één vinger. Waar was de vinger? Ik was inderdaad aan het zoeken hoe je als organisatie daar de prioriteit krijgt. En die mevrouw gaf al wat daar een antwoord op. Als ik het inderdaad kan motiveren naar meer waterveiligheid en erosiebestendigheid. Ja, dan kan je ook als organisatie een beweging maken en het, nou ja, de maatschappelijke kosten ook verantwoorden. Ja, het gaat natuurlijk altijd vanuit bestuur en over geld. En hoe motiveer je dat? Nou, dank. Volgens mij zijn we het hier in de zaal wel aardig eens. Is er nog een bestuurder in de zaal die zegt van, ja, mooi, maar ik doe het eigenlijk gewoon allemaal niet? Aha. Kijk, allemaal hoopvol naar u, want we willen er allemaal aan. Nou, dat laatste, ik stak mijn vinger op net naar aanleiding van, is er een bestuurder in de zaal die erop wil reageren? Dus vandaar. Nee, ik ben Leo van Gelder, Reemraad Waterkering bij Hollandse Delta en... Ja, wij hebben ook gewoon de nodige aanvragen ook gekregen om wat te gaan doen met kruidenrijke mengsels en bloemenrijke dijken. Dus we zijn ook een pilot begonnen. Maar goed, ik ben niet voor niks helemaal aan het waterkeren. Dus met name die waterveiligheid, ja, die mag niet in het geding komen. Maar dat heeft Peter Glas ook al gezegd. Nou goed, naast mij zit ook nog een Hemeraad waterkeren die ook met bloemenrijke dijken bezig is. En het mag iets meer kosten, maar ja, dan moet je ook weer een Verenigde Vergadering meekrijgen. Ja, ja, daar kwamen juist die aanvragen aan. Dus wat dat betreft, we staan er ook positief tegenover. Mits die waterveiligheid gegarandeerd blijft. En ja, blijkbaar met meer beworteling, ja, heeft dat juist een positief effect. Dus we zien de pilot in ieder geval... met spanning tegemoet en we hopen dat er goede resultaten uitkomen. Wil je nog iets aanvullen daarop? Ja, maar ik weet niet of ik het feestje moet bederven. Wij hebben... wij hebben al jaren natuurvriendelijk beheer. Ecologisch is nog iets verder. En nou hebben wij op een heel groot project van de IJsseldijk Zwolle-Olst... hebben we de nieuwe toetsing toegepast. En een heel mooi... een bloemrijke dijk. En de conclusie is dat die compleet afgekeurd is op bekleding. En dat heeft niks te maken eigenlijk met de bekleding zelf. Maar per definitie wordt een zanddijk afgekeurd op het moment. En juist die zanddijk die heeft allemaal bijzondere plantengemeenschappen met zich gebracht. Dus daar heb ik toch wel even een uitdaging. Maar even begrijp ik het goed dat het niet aan de bloemetjes lag... Dus ik vind wel dat we de argumenten zuiver moeten houden. En geen vervuiling van de discussie. Dus, nee, maar overal, ja, wij zijn het hier denk ik in de zaal redelijk eens met elkaar. En daarom hebben we ook gekozen voor deze workshop. En ik hoop dat iedereen met de opdracht naar huis gaat van, goh, er kan meer. En volgens mij zit het best wel goed met die worteltjes op een bloemrijke dijk. En ik zit even te kijken, ja, wat kunnen wij hier als Storre nog aan toevoegen? Ja, we gaan dus een handreiking maken. En dan zullen we dit soort aspecten dus ook op een rij gaan zetten. Zodat iedereen weet hoe de feiten rondom de bloemrijke dijken zijn in relatie tot de veiligheid. Want dat is toch nog wel een hot issue, merk ik hier in de zaal. Nou wil ik de twee sprekers hartelijk bedanken. Een applausje graag. Ja. Dankjewel. Ja, bedankt. Super. Volgens mij begint lunch nu. Die is al begonnen. Oh, die is al begonnen. Dus ik zou snel erheen als je nog een broodje wil. En bedankt. Mooi. Oh, wacht. Snel, Jaap. De grasregisseur grijpt in. Er zijn nog twee commercials voordat de echte lunch begint. En die hebben ook te maken met wat gaat de Stowa jullie dit jaar nog leveren. Staan die twee filmpjes klaar? De ene duurt 40, de andere 45 seconden, dus het is beperkt. Hoorden jullie nou de grasbeweging volgens de tweede in 2017? Waarom moet je nou vaststellen? Waar ligt de grens tussen een gesloten en een open zone?
georganiseerd is in de regio's Noord, Midden en Zuid. Meld je aan bij grasbereding@stoa.nl en je ontvangt meer informatie. Komt er nog een? Ken je dat? Op je dijk heb je een probleem. En zelfs eigen collega's hebben even geen antwoord. Zet je vraag in de WhatsApp-groep van dijkbeheerders. En je krijgt raad uit het hele land. Dus waarom nog langer toch? En je kunt natuurlijk ook meedenken in deze groep. WhatsApp-groep dijkbeheer. Een service van grasbekleding@stoa.nl.